Zo allemaal en een welkom en een hele goede ochtend hier bij Mondo Verde. Waarschijnlijk als jullie deze video gaan zien, dan zijn vanavond de regels weer waarschijnlijk aangescherpt. Natuurlijk vanuit het kabinet. En dat is maar de vraag of pretparken en dierentuinen nog open zijn. Daarom gaan we vandaag hier nog even een video maken. Natuurlijk, we maken verschillende soorten video's, we maken foto's. Ik heb van alles bij me. Ik kan dus weer, net zoals de vorige keer, ik kan natuurlijk ook dierengeluiden bij opnemen. Want aangezien ik toch een dierenkanaal ben, een pretparkkanaal ben, een kermiskanaal ben, is dat allemaal mogelijk namelijk. En ik ben hier nu aan het filmen met een mooi device. En ik moet zeggen, de kleuren zelf, die zijn prachtig van dat apparaat. Ik heb hem op internet gespot. Dus ik denk, ja, deze moet ook mee. En natuurlijk ga ik met mijn oude vertrouwde cam, maar natuurlijk de beelden bij de dieren. En deze natuurlijk heel even vandaag voor de vlog. Natuurlijk voor allerlei dingen te vertellen over zaken. Je zult natuurlijk kunnen zien dat je straks wat beeldverschil zult zien. In deze en de andere camera. Maar dat maakt voor de rest niks uit. We maken er gewoon een hele leuke dag van. Tenminste, zolang het kan. En natuurlijk zullen we zien wat het vandaag allemaal verder gaat geven. Het park is nog niet open. Het gaat pas om 10 uur open. En dat maakt in principe helemaal niks uit. Dan kunnen we hier buiten nog een paar leuke beelden schieten. Als voor ons het park open gaat. Dan zie je tenminste ook eens wat als het park dicht is weer. Ik moet zeggen, ik vind het heel leuk om hier weer te zijn. Natuurlijk. En we zullen zeggen, een mooie en schone review weer deze keer. En natuurlijk vergeet niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Voor nog meer video's. Nou, het mooie van deze camera is, hij kan ook zoomen. Hup, dan gaan we een stukje dichterbij. Jullie kennen hem allemaal wel. Ik sta nu nog aan de buitenkant. De nieuwe zweefmolen van dit jaar van Mondo Verde. Die was echt leuk is. Ik heb hem zelf een keer gedaan. Ik ben, ik vond hem echt leuk voor een keer te doen. En misschien doen we er nog een vervolg op. We zullen zien. Hier dan de zweefmolen van Mondo Verde nu buiten openingstijd. Nou, hier spreken we dan nog van de waterbaan. Die wat vroeger in de Sprookjesbos heeft gestaan. Maar daarachter, ik kan er een klein beetje inzoomen. En dan ga ik straks zien hoe ver ze bezig zijn. Met het nieuwe speelstuk voor kinderen, gezinnen, voor volgend seizoen. Natuurlijk is het allemaal mogelijk gemaakt en allemaal vertragingen opgelopen. Dat is jammer, maar ja, hebben we volgend jaar ook nog iets nieuws om naar uit te kijken. En ondertussen natuurlijk is het 20 minuten voor 10. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en het is heerlijk weer, dus kom maar lekker gauw. We zullen zien vandaag. Ik ben zwaar beladen. Spiroflex camera. 2 vlogcamera's. 1 action camera. Wat brengt het weer vandaag? Wat kunnen we gaan doen? Wat kunnen we niet? En wat zal gebeuren na vandaag? Vanavond horen we er meer over. Ik ben er helemaal niet blij mee dat ze al de Duitse dierentuinen dicht gedaan hebben. Aangezien ik daar vaak graag ging wandelen. En natuurlijk ook vanwege dat nieuwe wat ik bezig mee ben. Natuurlijk het ASMR voor dieren. Dat is toch wel rustgevend en zo. Dan kun je dus s'avonds naar kijken. Het worden korte filmpjes. En dat is natuurlijk voor puur alleen voor te relaxen. Dus er worden vogelgeluiden, andere dieren. Ik zal dieren filmen, zodat je al die geluiden allemaal krijgt. Ik zelf ben er heel erg trots op dat ik dat nu tegenwoordig erbij heb genomen op mijn kanaal. Maar we zullen zien of dat in de toekomst overuit zo kan blijven. Ik ben ook heel erg blij met deze camera erbij. Die ben ik dus wat beter uitgerust om overal naartoe te gaan nu. En natuurlijk hopen dat jij het ook leuk vindt dat ik wat betere en mooiere video's kan maken nu weer. Ik ben heel erg blij. Maar ja. We moeten overlopig even afwachten, ook naar het nieuwe kermisseizoen 2021, wat dat gaat geven. Ik ben bang dat in het begin nog niks mogelijk is, maar we zullen zien, we houden de moed erin. En we gaan vandaag superleuk beginnen. Welkom bij Mondo Verde. Nou, Mondo Verde, een pretpark, een dierentuin.
wereldtuinen. Wat wil je nog meer? Het is gewoon ontzettend leuk hier voor rond te lopen. De dieren komen je begroeten hier. En dat is wel leuk. We zullen straks kijken voor inderdaad die video's nog te maken. Maar we gaan eerst een stukje lopen, want we zijn bezig met iets nieuws. Bij de attracties. En dan kunnen we daarna even lekker hier en daar wat beelden schieten. En wat leuke zaken doen. Zoals we dat altijd al gewend zijn. Natuurlijk als we in een pretpark, een dierentuin of waarvoor waar we zijn. Ik vind het gewoon super leuk om vandaag met dit mooie zonnetje hier te zijn. Je ziet echt genoeg dieren hier. En ze vragen je ook ten opzichte van andere mensen natuurlijk afstand te houden. Waar je dus ook aan moet houden. Maar we kunnen dus nu mooie plaatjes maken. En vooral van dieren, natuur. Wil we graag de foto hebben. Want alles is natuurlijk mooi in mooie herfstkleuren. En de herfst vind je toch wel een van de mooiste seizoenen van het jaar. Aangezien je dan al die verschillende kleuren ziet. Ik zou daar even een stukje laten zien van de herfst verschillende kleuren. Daar komt hij dan. Nou, je ziet hier natuurlijk van de bomen. Allemaal mooie kleurtjes. Prachtig gewoon. Het is groen, maar het is ook andere kleuren. En niet alleen dat. Hier. De Europese kraanvogel. Wat een prachtig dier. Vooral te zien hier. Maar er is nog een veel grotere. Dat is de sauwerskraanvogel. Dat is me toch een pas een vogeltje. Kom eens hier jij. Kom eens. Kijk. Prachtig toch? Mooi. We gaan verder naar de volgende. We gaan even kijken nog naar een aantal attracties. Straks nog een paar dieren. We gaan verder. Hier is je dan, de Contiki Wave. Een attractie voor... Zeg maar de jeugd en de jongvolwassenen eigenlijk. Ja, jongvolwassenen, eigenlijk niet volwassen. Maar gewoon de jeugd. Die had hier heerlijk heen en weer willen kunnen zweven. Een van de eerste attracties wat kinderen eigenlijk kunnen doen. In samenwerking natuurlijk met zo'n mooi en geweldig kevenachtbaantje. Maar hier natuurlijk omgetoverd tot een treintje. Lijkt wel Thomas of zo. Wat ze gemaakt ervan hebben aan de voorzijde. Hij is dit voorjaar compleet geverfd. Deze attractie. De baan is opnieuw geverfd. En overal hebben ze het netjes weer gemaakt. Met nieuwe verlichting. Ik zie hier ook... foto's kun je delen op 365 Mondo Verde. Nou, we zullen zien wat het vandaag brengt. En wat het wordt met het geweldige weertje. Over iets anders, de hele mooie zweefmolen. Nu nog heerlijk lekker stil hier. Het park is lekker rustig. Er zijn nog weinig mensen aanwezig. Dus dan kan ik daar wel eens wat andere beelden schieten. Dan zoals je normaal gewend bent. De prachtige zweefmolen. Met een eigen mooi custom designed. Allerlei schilder erop. De tijger. Ja, hier bij Mondo Verde hebben ze ook tijgers. Daar ligt er nu één buiten. De andere zit binnen, heb ik net gehoord. Ook hier proberen we straks wat mooie geluiden van te maken. Want het klinkt toch altijd wel leuk als je wat tijgers hoort brullen of leeuwen hoort brullen. Laat ik het zo zeggen. Dat is altijd wel leuk om mee te maken. Maar dit is dan het tijgerverblijf. Eentje ligt lekker in de zon nu. Lekker op zijn gemak. Hij had... Dit jaar heb ik de jongen gezien van deze. Maar dus, we gaan door. We laten jullie het volgende zien. Tijdens de kostenronde zijn we al aangekomen bij de waterbaan van Mondo Verde.
En hoor je ze op de achtergrond roepen? En we komen langzaam in de buurt van de nieuwe attractie voor komend jaar. Maar het gaat me vooral vandaag ook om even natuur nog erop te krijgen. En we zullen zien of we nog hier en daar misschien een klein videootje schieten van een attractie of zo. We zullen zien of we ze straks te zien krijgen. En ik probeer er natuurlijk een paar foto's van te maken. Nou, we gaan even een stukje filmen hier en daar. Deze attractie, helaas. Nog steeds buiten het bedrijf hier. Hopelijk kunnen we daar volgend jaar weer iets mee doen. Maar toch. Dat daar. Het glijbanenpark voor komend jaar. We zijn er een stuk te mee bezig. De groene zit er al aan. Ik zal ze even een beetje inzoomen. Dan zie je dat daar die groene, die zit op zo'n plak. Dan zie je dus de verschillende baandelen. Ook rood en geel. En bovenop natuurlijk. Kan nog anders. De welbekende emmer waarbij al deze zaken aanwezig is altijd. We zullen zien wat het geeft komend jaar. Nou, op dit eiland zitten nog makies. Er zit er een in de boom. We zullen eens kijken of we hem wat dichterbij kunnen krijgen. In ieder geval, aan die boom zit een makie. Makies zijn heel even dieren. Ik heb ze vaker gevoerd. Ze hebben vaker bij me gezeten. Je mag ze eigenlijk nooit aanraken vanwege het bescherming op hun huid. Dus nooit met je platte handen zo'n makie aaien, want daar worden ze ontzettend ziek van. Het Makie-eiland. We doen vandaag natuurlijk niet het hele park, maar ik zal er wat gedeeltes uitpakken. Vooral wat wat mooier is en zo. Dat je eigenlijk een overview krijgt van hoe dat park precies in elkaar zit. En je ziet, ze hebben hier ook bonobo. Dat zijn best wel leuke apen. Ik zag er al een slinger op dit moment. We zullen daar eens heel even een mooie foto van gaan maken. En deze eens even lekker delen. Natuurlijk. Ik zal daar eens kijken of ik hem ook te film kan krijgen.
Dat zal iets moeilijker worden, aangezien ik alleen de kleinere camera's bij me heb en niet de hele grote camera. Maar we maken er toch wel iets van, zodat het toch wel een echt mooie omgeving hier is. Vooral nu in de herfst. En ja, daar is die. De bonobo. De gibbon is dit, sorry. Dit is een gibbon. En dit zal er moeten zijn. De withand gibbon. Bonobo's heb ik in andere dierentuinen gezien. En hier zie je dan dus die withand gibbon. Nou, hij is alweer gevlogen. Kijk eens wie we hier hebben. Dat zijn toch de lieve snoetjes. Ze zitten altijd graag in de zon. Komen voor op Madagaskar. Leven in groepen. Vrouwtjes zijn de baas. Geen mannetjes de baas, vrouwtjes zijn de baas. En toen hebben we hier over de makies, de ringstaartmakie. Het zijn heel lieve dieren. Ontzettend lief. Als je ook kijkt naar hun gezichtjes en alles. Prachtig toch? Gibbons herken ik normaal vanwege het lawaai wat ze maken. Je hoort ze in veel meer dierentuinen. Hoor je ze 's morgens vroeg, hoor je ze ontzettend roepen op elkaar. Dat is gewoon geluid maken naar elkaar toe. En natuurlijk de omgeving. Gibbons zelf, heel leuke dieren. Heel leuke apen. Mooi. Kunnen goed slingeren. En vooral met dit weer hebben ze het gewoon super nog. Het is wel iets kouder als gisteren. Maar dat geeft niet. Ik geniet met dit weer. Vooral om lekker te wandelen. Dat doet je ontzettend goed. Nou, ondertussen zijn we aangekomen bij het eiland van de ringstaartmakies, waar je normaal gesproken overheen mag lopen. Maar nu, in deze periode, even niet. En dat ook ringstaartmakies, het zijn apen. En als je corona hebt, kun je het zelf overdragen aan deze dieren. En dat wil je echt niet op je geweten hebben. Ze hebben hier ook nog paardjes. In de wei staan. Ja, meer ponies zijn het dan wel. Aan de ene kant zitten er 3 bij elkaar. Aan de andere kant zie ik 1 apart staan. Nou, hier ligt wat relax op de grond. Het is allemaal wat in deze periode. Hey, hallo. Hey, hallo. Ja? Nou, hier zijn we aangekomen bij de leeuw. Eindelijk dat ik hem zie dat hij niet ligt nu. Maar wat gezellig rond zal lopen. Achter de schermen zat er ook nog één, heb ik gezien. Dat zijn de jongen geweest van hem. En dat vrouwtje legt daar lekker op de grond. En overzijde. De leeuw. Nou, we krijgen hier dan een stuk prachtig tuin hier. Ook wat meer kleuren. En dat is juist wat ik zo leuk vind. Aan bos, in de herfst. Al die kleuren wat je ziet, al die kleuren en die bomen. Gewoon prachtig.
gaan even kijken waar we een hele leuke fotoshoot kunnen maken van verschillende materialen. Kijk, en als ik dan heel langzaam ronddraai, hier. Dan zie je een kleurenpracht van verschillende soorten zaken. We maken het gewoon op voor best wel een winter wat eraan gaat komen. Maar nu zitten we nog heel even te genieten van de herfst met allerlei verschillende kleuren. Herfst maakt het juist zo leuk dat je namelijk meer dieren normaal kunt spotten in de herfst dan wat je normaal in de zomer kunt spotten. Vooral dat afsteken, kleuren, details. Niet alles is groen, maar het is geel, het is oranje, het is bruin, het is groen. Je hoort de dieren meer. Je kunt gewoon heerlijk genieten van de rustige dag hier. Daarvoor neem ik jullie nog mee vandaag. Dat ik heel erg bang ben wat er vanavond uit gaat komen. Ik denk dat het geen goed nieuws gaat worden vanavond. Ik weet niet wat jullie er zelf van denken allemaal. Daarvoor doen we deze zaken nog even hier. En zo meteen een lekker kopje thee drinken of koffie. Dat is hier allemaal inclusief voor 5 euro. Frietjes, snacks, een soort van limonadesiroop. Normaal ook van die slushpuppies, maar het is nu toch vandaag echt wel koud voor. Chinees hebben ze hier normaal ook. Spaghetti-achtig. En je kunt ze het niet noemen, want ze hebben het hier wel. Maar eerst wil ik jullie nog wel laten zien wat ook best wel mooi is. Je hebt hier van die mooie zaakjes, mooie boompjes, mooi gesnoeid en mooie beelden. Nou, je ziet het dan zo. Die beelden daar, die kan ik even een beetje inzoomen. En heb je daar die bosjes wat ik net op de foto heb gezet. Je hebt hier nog veel meer. Ook nog een mooi huisje. Daar lopen we ook nog heel even heen. Ik hoor die oogjes van honden. En zijn hier ook ergens op werken. Dat zullen we waarschijnlijk al horen. Nou, hier is dan het huisje. Pas geverfd. Cathy's Cottage. Met complete kruidentuin normaal in de zomer. Neem even een kijkje binnen. En dan zie je toch ook wat een prachtig beeld deze camera toch kan doen hoor. Als je van buiten naar binnen gaat en het dan filmt. Nou, even genieten hier van die vijver. Dat is voor mij zo heerlijk. Allemaal zo. En als je naar je kijkt aan de overkant. Naar die drie bollen. Die staan er toch prachtig bij in de zon. Ja, zelfs zonnebloemen hier nog.
Sommigen zijn al weg. En vooral vogels vinden dat heerlijk, zonnepitten. En een goede voedingsstof voor hun, voor de winter. Nou, daar komt alweer het volgende bruggetje aan. We gaan hier naar links, naar boven toe. Eens kijken wat we hier nog van foto's kunnen maken. Nou, als je nu deze doorkijk hier bekijkt, wat vinden jullie zelf ervan? Ik maak er een foto van. Nou, dan zitten we dus eigenlijk in de formele tuin. En deze tuin bestaat allemaal uit helemaal strakke rechte lijnen. Met allerlei doorkijkjes. Dat is allemaal recht toe, recht aan. Als je het zo ziet, ja, dan is dat best wel echt best wel een werk om zo'n tuin aan te leggen. Ik hoor langzamerhand hoor ik de wolven, volgens mij, als ik me niet vergis. Dus we gaan maar eerst even een kijkje nemen. Alvorens we hier verder door even nog wat vertellen over deze tuinen. De wolven hier. En als je ziet zijn er een paar grote en een paar kleinere. Ze hebben dus dit jaar hebben ze jongen gehad. En ik hoorde het net roepen vanaf een afstand. Wolven zijn heel mooie dieren. Ze kunnen echt werkelijk een mooi geluid maken. En we gaan natuurlijk proberen of we hier het geluid op beeld kunnen krijgen. Nou, dames en heren, we zijn hier aangekomen bij de biggetjes, tussen de grote biggen. En van de zomer zag hier de biggen apart en twee velden hier. En nu zitten ze aan de rechterkant en de linkerkant zitten de schapen. Dus alleen de twee grote biggen zie je nog en aan de ene kant zie je dan van die schaapjes. Van die horens. We gaan er even een stukje korter bij en aan de ene kant gaan we kijken. Maar dat waren dus daar de biggen hier. Oude, wat zijn ze lekker aan het hier aan het eten. En die biggen daar die liggen gewoon in een hol wat te laaieren. Maar deze zijn echt lekker hier aan het eten. Echt leuk om te zien. En langzamerhand wordt het eigenlijk ook tijd voor koffie. Dan krijg je dorst. Maar voordat we naar de koffie gaan, hier nog heel even een stukje kort. Mooi hier door het bos. En dat is wat het in deze tijd zo heerlijk maakt. Een lekkere wandeling door het bos heen. Het water, de wind wat je hoort, alles. En dat maakt zo heerlijk en zo'n relaxte indruk. Dan hoor je daar het water omlaag komen. Ondertussen gaan we even kijken waar we lekker een bakje koffie of thee kunnen krijgen. Ondertussen lopen we hier maar door. Het groen. En dan hoor je ook dat ze werkzaamheden zijn aan het doen hier in het park. En lopen we een bruggetje over, lopen we langs van het bos uit.
En aan de andere kant ligt ook nog een bruggetje. Je kunt hier verschillende routes lopen. Hier is dan nog zo'n dierenverblijf. Er staat de ezel staat buiten. Hij is ook lekker aan het eten. En ik moet zeggen, best wel handig dat deze camera nog een beetje zoom heeft. Ze hebben ook een paard aan de overzijde. En deze zit ook lekker hier in de natuur. Ook hebben ze hier natuurlijk een been neergezet van een olifant. Om toch nog een beetje een leuke look te geven. En ondertussen hier aangekomen bij het restaurant waar je normaal Chinees kunt eten. Koffie kunt drinken, thee kunt drinken, bier. Met natuurlijk daaroverheen een terras. Dat terras staat hier helemaal overdekt. Dus dat je ook in de regen makkelijk hier kunt blijven zitten. Maar ook nu is het lekker rustig hier. We gaan nog een paar dieren bezoeken. En we gaan nog veel verder. Genieten van de natuur vandaag. Alvorens het niet meer kan en het slechts er weer eraan komt. Moet je kijken wat een horens dat hij heeft. Als hij zich omdraait, dan zie je pas echt hoe groot die horens zijn. We gaan eens even kijken of ik een beetje kan inzoomen. Ja, je ziet ze daar binnen staan nog in het hok. En ik moet zeggen, het valt wel weer reuze mee hoe goed dat beest blijft. Zelfs bij een zoom in. Ja, deze van Tress in de camera. Als je kijkt hoe die kijkt. Hij liep ook al een stuk mee. En als je een stukje deze kant op loopt. Kijk wat die doet. Kijk. Gaat hij ook een stukje weg. Kom kort erbij. Dan kijkt hij je aan. Hij houdt je heel goed in de gaten. En dan komt hij op je af. Wat een mooie vogel. Hé. Heb je die wimpels gezien? Echt mooie wimpels dat hij heeft. Wat hoger zit dan de vale gier die is aan het eten nu. En ik moet zeggen, het is best wel moeilijk om echt goed op beet te krijgen. Je ziet hem wel. Naar boven bij die rotsblok. Daar is hij aan het eten. Trouwens, in hetzelfde verblijf bovenin zit ook een oehoe. We zitten dus echt hier met drie verschillende dieren in dit verblijf. Drie verschillende vogels. Nou, we zijn hier aangekomen met de emoes. Ze zijn kleiner als een struisvogel. Dat zijn best wel leuke. Twee redelijke jonge exemplaren dat hier rondlopen. Dit gebied is heropnieuw aangekleed. De vogelkooi is vandaag dicht. Want ik weet ook dat vogelgriep is nu heerst. We kunnen wel nog deze mooie dieren bekijken. Eindelijk voor het eerst Simon. Zijn ze mooi, ze hebben een witte en een bruine. Ik zal ze ook even op de foto zetten. En natuurlijk ga ik even kort erbij zoomen. Ze zitten hier heerlijk te genieten hier nu nog van het zonnetje en te huppelen.
Maar zo'n witte voor mij is toch wel zeldzaam. Heel dik vandaag. Dat is voor het eerst dat ik zo'n witte zie. Dat is er veel meer te zien hier. Hier heb je dan weer zo'n prachtig doorzicht hier. Kleuren, kleuren en nog eens kleuren. Echt waar. Ik geniet daarvan. En ik hoop jullie ook allemaal. Ik neem jullie wel mee naar zoveel park en zo. Maar altijd wel de vraag wat jullie ervan denken. De tuin op zich. Ik ben al een hele belevenis hier. Zoveel doorkijkjes, vele dieren. Waterpartijtjes. Je kunt zich echt niet bedenken. Of het is er allemaal. Vele soorten vogels hier. En vanwege de vogelgriep moet je dus echt afstand houden van deze dieren. Nou, we zijn er even aangekomen om een lekker bakje koffie te gaan drinken hier. Dat heb ik echt wel verdiend nu. Na mijn eerste stuk hier rond het park. Alvorens we het volgende stuk van het park gaan doen. En straks kijken van attractie of aanzamer verder te kunnen uitbreiden. Je ziet hier genoeg vogeltjes. Maar ook deze camera heeft even pauze nodig. Want hij is bijna leeg. We gaan een mondkapje pakken. We gaan er binnen wat te drinken halen. Even bovenaf dan. Tot zometeen. Het bomsgebied hier. Met de volgende ronde hier door het park. Nou, binnen in die kast hier. Er zitten ook nog vogels. Zeg maar eigenlijk een soort regenwoudachtig iets. Maar dat is mij meestal te warm. Dus daar gaan we deze keer niet in. Ik heb er binnen al eens gefilmd. Wil je het zien? Dan kijk je maar even mijn oude video terug. We lopen een stukje naar beneden. Koffie was wel lekker, cappuccino gedronken met een beetje suiker, wat rijst gegeten, was heerlijk met curry en kip, dus kip curry, dat is gewoon lekker. Ik heb gewoon een beetje gevraagd, maar anders krijg ik gewoon te veel rijst en ik wil graag iets minder rijst hebben. We lopen door naar het volgende.
Hij is mooi, hè? En dichtbij. Mooi zo'n kakatoe. Naar boven zit de zwart rood staat kakatoe. Ja, daar zitten ze weer. Echt goede dieven die jatten en bijten. Hij heeft een nootje gevonden. Dan gaat hij natuurlijk kijken hoe hij hem kapot kan krijgen. Nou, van kapot gebeten. Zo, we zijn aangekomen bij de kamelen hier. De kamel heeft 2 bulten, de dromedaris heeft 1 bult. Daardoor kun je de 2 dieren dus heel goed van elkaar onderscheiden. De kamel, oftewel het woestijnschip, wordt hij ook wel genoemd. Omdat hij dagenlang zonder water en zonder voedsel door de woestijn kan lopen. Het komt gewoon dat hij vet opslaat in zijn bulten en dat dan gebruikt. Om het langer uit te houden en dus op de woestijn te kunnen zonder water en zonder voedsel. De stokstaartjes. Altijd op de kijk naar vogels en naar andere roofdieren. Ik vind ze zelf heel lief, maar ontzettend wat kunnen ze bijten, zeg. En zijn ook meestal ontzettend nieuwsgierig. Zo, we gaan langzamerhand alles opruimen. Het is 2:30. Ik vind het eigenlijk trouwens laat genoeg hier voor in het park Mondoverde. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden. Ik heb hier een mooie tour gemaakt hier door het park. Maar het weer begint om te slaan. De zon is weg. En dan stoppen we ermee voor vandaag. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, te abonneren natuurlijk, zoals ik al voorheen zei. En natuurlijk tot mijn volgende review. Bye bye. Zwaai zwaai. Doen we nog even een laatste kleine blik